Welkom bij een nieuwe aflevering van Noord-Holland Beweegt. In dit tv-programma laten we zien hoe je op een veilige en vlotte manier kunt fietsen in de regio Amsterdam. Ja, daar zul je hem hebben. Onze Dick, hij is ook dik in de 70. Dick, de fietsenmaker is Dick. Je hebt de vaart erin, zeg. Hey, halleluja. Zo. Hey, goedemorgen Mike. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik je helpen? Ja, ik werd net ingehaald door een moeder op een e-bike met een kind voorop en een kind achterop. En die ging mij voorbij, zeg maar. En ik fiets zelf ook nog wel aardig snel. Mijn vraag is dus, wat kan ik nou aan mijn eigen veiligheid doen? Dat die moeder dat risico neemt met een kind voor en achterop, ja, dat is haar risico. Mijn advies is om dat zeker niet te doen, zo hard. Wat jij kan doen aan jouw veiligheid, je banden controleren of ze hard genoeg zijn. Ook even de remmen in de gaten houden, of er nog genoeg remblok is. Niet dat ze op zijn. Voor de rest, minimaal één keer in het half jaar even langs fietsen maken voor een beurtje. Nou, neem hem maar mee, Mike. Ja. Kijk er maar eens even naar of het een veilige fiets is. We gaan er even naar kijken, dankjewel. Ja. Wat doe je er nou zelf aan, Dick, om een klein beetje... Je hebt een helm al op, zie ik. Ja, nou ja, ik probeer natuurlijk ook een beetje fatsoenlijk te rijden. Niet te veel risico's te nemen. Maar technisch gezien, ja, dan moet ik echt geadviseerd worden. Want ik heb zelf totaal geen verstand van fietsen. Ja, terwijl Mike de fiets van Dick onder handen neemt, gaan wij even kijken naar een doortrapper die een hele leuke fietsroute heeft hier in de regio Amsterdam. Nou, we zijn hier vandaag in het kader van het programma Doortrappen en we gaan een hele mooie fietsroute maken door Waterland. We staan hier aan de rand van Waterland en we gaan langs allerlei mooie dorpen fietsen met een groep enthousiaste 55-plussers. Wij vinden het een enig initiatief voor de ouder wordende mens om in beweging te blijven, jong te blijven. En daarnaast is er een beweegcoach aanwezig en daarmee gaan we wat fietsfit oefeningen doen. Wat oefeningen om op te warmen, maar ook oefeningen die aandacht geven aan thema's zoals balans en evenwicht die handig zijn op de fiets. Nou, ik heb een elektrische fiets gekocht omdat je wat ouder wordt en dan heb je een steuntje in de rug en we houden het netjes. Met de kilometerstand in de gaten, dat we niet als een wilde over de wegpaden gaan. En ik geniet ervan, volop. Ik zit met plezier op de fiets. Op dit moment zijn we in Zuiderwoude, na een prachtige, werkelijk prachtige fietstocht. We zijn hier vandaan gefietst. We zijn hier zo over naar Zuiderwoude. En we hebben besloten dat we toch die 30 kilometer gaan doen. Want we zouden 20 doen, want we dachten de oude benen trekken het niet. Maar ik heb je al gezegd, het houdt ons jong. Dus we gaan helemaal zo naar Uitdam, Kingselemeer, Durgerdam. En dan gaan we weer terug naar Amsterdam-Noord. Top! En zeker ook met coronaperiode heb je toch frisse lucht. En je hoeft je niet gebonden te voelen aan huis. Dus een fiets is uitstekend. Ik bedoel, ik ben 70 jaar en ik ga volop naar de 80. Meer kan ik niet doen, toch? Nou, dat was een leuke fietsroute van deze doortrapper. Zullen we eens even kijken naar je fiets, of die klaar is? Graag. Voor is het goed. Ik had al even gespiekt. Achter was hij ook nog goed. Remblokken, niet te vergeten. Zowel voor als achter controleren we. Lopen we ook even na. Waar is dit nou voor trouwens? Dit palletje, wat is dit? Dat palletje, dat is om je remblokken te spreiden. Kijk, het is een racefiets. Dunne bandjes, je hebt gauw een lekker band. Ja. En wat je wilt doen, je wilt verder. Dus dat wiel, dat moet er snel uit kunnen om je band te repareren. Dus dan til je deze helemaal omhoog? Dus als je deze omhoog klikt, nou, je kan kijken, dan spreiden de remblokken die spreiden. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar de remblokken spreiden. Ja. En dan kan je je wiel er makkelijk uithalen. Wist jij dat, Dick? Ja, dat wist ik. Oh, dat wist ik. Dat was toevallig echt het allerenige wat ik wel wist. Ja. Nu we hier toch zijn, heb ik dat altijd alles willen vragen. Iedere wielrenner valt wel eens. En als je valt, val je altijd op je hoofd. Daarvoor heb je ook een helm op. Maar hoe zit het dan met die helm? Als je gevallen bent, meteen een nieuwe helm kopen. Vervangen, meteen. Misschien zie je het niet altijd, er hoeft niet per se schade op te zitten.
Maar misschien dat er toch intern iets kapot is waarbij je hem de volgende keer wel echt nodig hebt en hij het dan begeeft. Zullen we eens even kijken naar je fiets of die klaar is? Graag. Nou, hij ziet er goed uit hoor. Er zit ook geen slaag in het wiel, zie ik. Dus je gaat er goed mee om. Er zit nog voldoende profiel op, zowel de banden als de remblokken. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Je kan weer veilig de weg op. Ja, dat is een hele geruststelling. Ja. Ja, en mocht u nou zelf een leuke fietsroute willen uitzoeken bij u in de regio, dat kan. Of voor tips en trucs over veilig fietsen, op doortrappen.nl kunt u van alles terugvinden. Ja, is het zover? Ja, hij kan weer hoor. Kan die weer? Hij kan weer. Nou Dick, ontzettend bedankt. Hartstikke bedankt. Veel veilige kilometers. Ja. Graag gedaan. Ja, ja. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, plezier ermee. Dag. Doei, doei. Dag.